Gerrit Polak overhandigt boek aan president Bouterse. Zo leer ik auto rijden is de titel van het boek dat Gerrit Polak heeft overhandigd aan president Desiree Bouterse. De overhandiging vond plaats op dinsdag 9 april jongstleden op het presidentieel paleis. Het gaat om het praktijkrijden dat verwoord is in een boek. Het staatshoofd gaf aan dat wij met dit boek als land een tipje hoger zijn gekomen omdat dit soort materiaal ontbrak in het verleden. Het is een belangrijke bijdrage wanneer we kijken naar wat om ons heen gebeurt. Laten we ons toespitsen op het autorijden in het algemeen en de vele brokken die nog steeds worden gemaakt, sprak president Bouterse. Het staatshoofd hoopt dat dit boek een bijdrage zal leveren aan het tegengaan van de vele ongelukken in het verkeer. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.